foto of niet? Heel mooi. Het is een kant uit. De registratie van het Verzet Kraakt. Die duurt tot ongeveer 5:30. Dan gaan we vanuit deze zaal naar de Beethovenzaal. En dan kunnen jullie allemaal een USB-stick ophalen. De burgemeesters van Almelo, Rijssen-Holte, Wierden, Twenterand, Tebergen en Hellendoorn komen bij elkaar aan de keukentafel bij de familie Kerkdijk in Daarle. Toen konden we niet vermoeden dat het zo'n succes zou worden en dat het zo'n uitstraling zou hebben. De regio stond maandenlang in het teken van het Verzet Kraakt. Dit hebben we allemaal al. Waar we zaten spelen, dan komen we daarheen. Nou, dus binnen de buurt zijn gewoon al die buurt weg. Zo wij met al die buurt. Oh nee! Pak een licht nu erbij. Hey, nee, dat is een licht. Ja, ja. Ik zie wat een verbazing. Dat merk ik. Ik heb dat goed gedaan. Dat je op een gegeven moment denkt dat ik in. De dokter blaast tot de sergeant kwam van de week. Die zong als lijk zo bleek. Nou, wij vieren ons 30-jarig bestaan en dat doen we samen met het Orkest van Almelo en Caliber Kunstenschool. En daar maken we een hele mooie feestelijke muzikale dag van. En ja, hierachter zie je dat alle kinderen een optreden verzorgd hebben. We zijn vanmiddag om 1 uur begonnen en om 2 uur dan hebben we de voorstelling achter de rug. Ja, en verder is het heel leuk, heel ontspannen en een mooie manier om je 30-jarig bestaan te vieren. Ja, want jullie willen ook, naast dat jullie dat bestaan vieren, ook graag de kinderen nog meer muziekonderwijs meegeven. Klopt dat ook? Ja, we zijn een school die natuurlijk heel veel met rekenen en taal bezig is. Maar daarnaast vinden we muziek en cultuur heel belangrijk en daar investeren we ook in. Dus dat is ook een van de redenen waarom we de samenwerking met het orkest hebben opgebouwd. Ja. En ja, dit is een van de mooie dingen die je dan hebt, hè, als je gaat samenwerken. U hebt een goed stuk hout daar, hè? Ja, ja. Dat is een afvalhout waar niemand wat mee kan doen. Daar wil niemand meer werken. Is dat zo in? Ja, ja, ja. Of Maria en Jozef. Ja, ja, prachtig. Kunt u mij vertellen, gaat u volgens een vast plan te werk? Dan is het eerst het denkwerk. Dan gaan we dus tekeningen maken. En dan gaan we dat op hout aanbrengen en dan gaan we het uitsnijden. Zo. Maar kijk, we komen elke maandagavond zijn we 2 uur hier bezig. Dus een maand, ik heb nou een stuk onderhand. Ik denk dat het wel 3-4 maanden duurt voordat het klaar is. En wat voor houtsoort gebruikt u hiervoor? Over het algemeen gebruiken wij lindenhout. Ja, dat is heel mooi om te snijden. Vooral de Friese snijders. Hè. We hebben dus twee groepen hier. Hè. De Friese snijders en de sculpturisten. En de sculpturisten hebben ook wel eens... Ik heb bijvoorbeeld wel eens met Afrimoziehout gewerkt. En met notenhout en eikenhout en kersenhout. Alle mogelijke houtsoorten die voor dat werk in aanmerking komen gebruiken we dat. Maar over het algemeen gebruiken we het meest lindenhout. Kijk, dit is Fries snijwerk. Ja, ja, ja. En dit is voor de sculpturisten. Dat zijn dan bijtels en gutsen. He, dit zijn allemaal gutsjes en bijteltjes. Dit is voor het kleinere spul en dit is voor het grotere spul. En enkele keer hebben we een opdracht en dan wordt het gewoon verkocht. Ik heb bijvoorbeeld voor Spaanse families familiewapens gemaakt. Nou, dan betalen ze dat. Ik heb... andere werkstukken gemaakt die ik dan schenk. En over het algemeen verkopen ze dus ook het Friese snijwerk of schenken het. U op dit idee gekomen? We hebben voorbeelden in de kast en daar zoeken we dan iets uit wat we leuk vinden en dat gaan we dan maken, verschillende dingen. En dit keer is het een uil geworden. Vooral de Friese snijders hebben altijd dezelfde motieven. En dat ligt al eeuwen vast. Alleen het onderwerp wat ze gaan besnijden, dat verschilt. De zijkant van een kist. In de kisten maak ik een theedoos van. Dus allemaal vakjes erin. Almelo vierde vrijdag de dag van de mantelzorg. Op deze dag gaat het om de erkenning en waardering voor de langdurige zorg die mantelzorgers geven aan iemand die het hard nodig heeft. De dag werd geopend door wethouder Javier Cornelissen. Dankzij een match die CIS Twente in juni op de Slingerbeurs sloot met het ROC van Twente, werden de mantelzorgers gastvrij onthaald bij het ROC. Mantelzorg is heel gevarieerd. Wat doet Marianne Spoor bijvoorbeeld? Ik heb bij mantelzorg eigenlijk over mijn man. Thuis, zeg maar. Dus nog 2 jaar geleden is de Parkinsonisme, dat is een broertje of zusje van Parkinson, ontdekt. En het gaat steeds wat slechter met hem. En zodoende wordt het dus best wel soms veel wat ik veel moet aanhoren en dan ja, mee om moet gaan. Dus dat is mijn mantelzorg. Dat is best belastend en inspannend. En dan is zo'n dagje uit heel gezellig. Ja, dat hoop ik dan. Het was nu al gezellig, dus we zien wel wat het brengt. Het is echt een verrassing. De studenten van de opleiding Marketing en Communicatie maakten er een ontspannen dag van. Met een pittige quiz en muzikaal amusement. Want jij bent een mens om van te houden. In jou is de wereld bijzonder uniek. De studenten van de horeca zorgden voor een lekkere lunch. Na afloop was er nog een drankje en ging er een cadeautje en nog iets lekkers mee naar huis. De scharrelkids van het IVN zijn heel wat wijzer geworden over vogels. Want dat was het onderwerp dat zondag in de belangstelling stond in het tijdelijk natuurhuis aan de Deldense straat. Scharrelkids is een jeugdafdeling van de IVN. Van 4 tot 12. En dat is 1 keer in de maand. Komen wij dan samen en dan doen we iets met de natuur. Wat ben je hier aan het doen? Een vogel aan het maken. Een eekhoornparadijs. Oh. Er is een andere kleur op dezelfde kleur als je wil. En dan maak je er nog één. Ja. Kijk, en dan kun je zo. Je hebt het hartstikke goed. Eén vogeltje klaar hebben. Ik heb het vogeltje klaar. Als we naar buiten kunnen, gaan we altijd naar buiten. Als de mogelijkheid er is, altijd naar buiten. Dat is het leukste van de natuur, dus dat moet ook gebeuren. Ja. Dit is een eend, is geen vogel. Ja. We gaan straks ook nog allemaal veren bekijken. We hebben 2 groepen. De jongste die zitten dan in het andere gebouw. En hier zitten dan de wat ouderen. En dat is omdat het anders te druk wordt voor de kleintjes. Wat ben je hier aan het doen? Vogels maken. Kan je een beetje vertellen hoe je dat doet? Ja. Blijf kijken bij mijn teentjes. Wat is dat rode dan? De vleugels. Mag ik mijn handen wassen? Waar heeft de vogel dan vleugels voor nodig? Om te vliegen. Oh. Heel mooi. Een merel ken ik. Nee, geef terug. Kaas, daar wel van vandaag. Oh ja. En allemaal regen ze pindaslingers, want de barre tijden voor vogels breken weer aan. Henk Janssen, ambtenaar in het groen bij de gemeente Almelo en ruim 20 jaar een bekende verschijning in de Schelvorst en daarvoor bij kinderboerderij Beeklust, ging onlangs met pensioen. Maar stilzitten achter de geraniums is niks voor hem. Dit zijn zeg maar afvalstoffen, dat wil zeggen oude planken. Het is meestal tropisch hardhout, amper gevonden langs de weg. En daar wou ik iets van gaan maken. Het is de bedoeling dat ik hier een schandpaal van maak. Wat nou? Zijn er zoveel slechte Almeloers? Nee. Het gaat erom om te laten zien wat onze historie is. En Almelo heeft de macht van de graaf, die heeft vroeger ook rechtspraak gehad. Daar hebben we onze rechtbank aan te danken. En die rechtszaken, daar was ook de doodstraf mochten ze toepassen, dus de zware rechtspraak, maar ook de lichte rechtspraak. Maar het lijkt me leuk om die symbolen die Almelo gekend heeft en die Almelo dus ook uniek maakte in Twente. En ook de huidige graaflijke familie het ook uniek maakt, zover ik weet, in Nederland. Omdat ze al 800 jaar dezelfde familie in hetzelfde huis in het hartje van onze stad zit. Dat vind ik zeer bijzonder. De macht van de graaf was heel erg groot. In Twentse verhoudingen dan. En die symbolen vind ik dat vind ik leuk om dat te laten zien. Nou, van deze oude planken wil ik dus de schandpaal eigenlijk in ere herstellen. De schandpaal, ja. In Twente heeft veel schandpalen gekend. Almelo zelf heeft 1 schandpaal gekend. Die heeft tegenover het oude stadhuisje gestaan, zeg maar het wetshuis aan de Korenmarkt. En die stond tegenover bij de botervat, bij de oude zaak Pesi. En daar stond hij tegenover het stadhuis, het gezag, namens de graaf en namens de stad. En die stond dus bij de molenstreng, bij de watermolens. En daardoor stond hij hoog in het landschap. Iedereen kon goed zien dat hij daar te schande werd gezet. of het aan de kaak gesteld werd. En de kaak is dit werk en dit is een schandpaal. Hier sta je rechtop. Het publiek mocht natuurlijk zijn mening laten horen, want die waren natuurlijk vaak toch voor een gedeelte gedupeerd. Want het ging, ja, ik zeg maar over overspelige vrouwen, daar ging het om. Het ging over inbraak, vandalisme, vechtpartijen, dat soort dingen waren het. Het publiek mocht met zachte middelen zijn mening laten horen. Dus je moest met de handen thuis houden, maar je mocht bijvoorbeeld met rotte eieren gooien. Ja, eigen richting was absoluut verboden. Nee, nee, nee. Altijd in Nederland verboden. Ja, dat deden de macht, of namens de inwoners of namens de macht, zeg maar de beul. Of de rechter. Met zachte middelen. Ja, dat is natuurlijk het mooie, want dan vonden wij natuurlijk met van het Wevershuisje en het Schelvorstpark vonden we dat ook mooi. Daar mocht je bijvoorbeeld met de rotte appels gooien. Ja. Of je mocht met slaakroppen gooien. Ja. Of je mocht met paardenpoep gooien. Er waren toen de tijd heel veel paarden. En het mooiste, zo heb ik het lezen bij het gevangenismuseum, je mocht iemand ook afzeiken. Ja, dat wil zeggen als man dan natuurlijk. Ik neem aan dat dat niet voor vrouwen gold, maar je mocht hem dus in de zeik nemen. Het is de bedoeling dat je tegenover het Wevershuisje komt te staan. Ik wil hem dus laten zien wat ons verleden is, wat onze geschiedenis van onze rechtspraak en hoe we met elkaar in het verleden zijn omgegaan. Ja. Alleen, ik zit nu te denken, je moet natuurlijk voor zo'n ding een nieuwe functie hebben, wat in de dag van vandaag past. Ik vind dus bijvoorbeeld als je stadsgids bent voor het Wevershuisje, kun je hierop gaan staan en dan heb je een podium en dan kun je de nieuwe bezoekers laten horen wat de rechtspraak is geweest in Almelo. En wat de macht van de graaf is of de macht van de stad is en wat het verhaal van Almelo is. Een ander mooi thema vind ik zelf, bijvoorbeeld in Engeland kun je op een kist staan, een Hyde Park functie. Ja. En dan kun je, als het politiek is, als er verkiezingen zijn, ja, ga je daar als kandidaat opstaan, ja, en je vertelt je verhaal. Ben je consequent van jouw verhaal en dan word je natuurlijk tegengesproken en er wordt boer geroepen en dat soort dingen. Dan kunnen ze ook, bij wijze van ook na afloop afgerekend worden, dan kunnen we nog de rotte eieren tevoorschijn halen. Nou, ik hoop dat we in ieder geval dit jaar nog het zaakje voor elkaar krijgen. De voorbereidingen zijn bezig. Maar ja, we moeten even afwachten tot er liggen nu zware tegels, die moeten met een kraantje verlegd worden. En als dat klaar is, dan kunnen we daar aan de gang. Het Stadsmuseum herbergt tot en met 6 januari een tentoonstelling met de titel Winkelen in Almelo. 2 Almeloze winkeliers, Wieger de Vries van Splitlevel en Johan Remmers van Schoenmakerij Flink, openden de tentoonstelling en dat deden ze met gesproken geschiedenis. Verhalen en anekdotes uit eigen ervaring in al die jaren dat ze hun winkel runden in Almelo. U ziet een aantal fragmenten. Het hele verhaal ziet u op www.avisie.nl. In 1928 is Schoenmakerij Flink begonnen in de Deldense straat. In een schuurtje. En vroeger was het gewoon zo dat mensen ook de schoenen kapot hadden. En meneer Flink die ging vroeger zelf naar de mensen toe om de schoenen op te halen. Eind 90, begin 2000, misschien tussen die 1995 en zo, toen heeft Klaus één grote stunt uitgehaald. En daarmee is het eigenlijk ook doorgezet. Informeel, die deed op een vergadering, deed hij dit, en toen werd het heel anders. Toen sprak men elkaar aan van, hé, wat kan ik voor je doen? En wat leuk dat je bent, ga zitten, wil je een sigaretje? Want iedereen rookte. Het was in Blue Eye, dat kleine winkeltje, blauw van de rook. En in de loop van de tijd hebben we heel veel succesvolle dingen gehaald. Ja, we zijn de beste schoenmaker van Nederland. We zijn de beste schoenmaker van Europa. En in 2013 ben ik nog bekroond als de beste schoenmaker van de wereld. En toen schreven we een wedstrijd uit wie had het mooiste blauwe oog. Toen kwam een mevrouw, een jong meisje, een heel mooi meisje, die kwam met een prachtig mooi oog. Had ze hier helemaal mooi gestileerd Blue Eye ingezet. Die was fantastisch. Die heeft ook de hoofdprijs gewonnen. En 250, 150 en 100 euro, of gulden in die tijd. En er kwam één, die had het oog blauw gemaakt. Dat vond ik ook mooi. Maar er kwam het zummen was iemand uit de Kerkenlanden en die had, dat meisje had haar vader een dreun gekregen en die had echt en die hebben we daarvoor ook beloond. We maken de stad spannend met elkaar. En daar gaan we voor. En daar gaan we voor. En, ja. En voor de kleding en voor de schoenen en voor andere winkels eromheen. Ik denk dat het toch wel een succesvol item zal worden. Ja. Wij Almelo's moeten weer trots worden op een stad. Ja, op dat zijn Almelo's niet en het wordt hoog tijd dat dat gebeurt. Ja. Want we hebben alle reden toe om trots te zijn op Almelo. De gemeente Almelo en woningcorporatie Beter Wonen werken in het project Tussendoor samen om braakliggende terreinen te voorzien van een tijdelijke invulling. Op het terrein waar vroeger de textielfabriek van Bendien stond, is in 2013 een kunsttuin gerealiseerd. Hierbij is vooral gebruik gemaakt van het werk van Antoni Gaudí als inspiratiebron. to be your ex. So tonight, let's have some good-ass sex. Oh yes. Sex. Eer om te mogen aankondigen. Een warm applaus. Erik Taylor! black top box guitar with me when I go. You know, the one that Guy Clark signed for me. Man, you made up things, never got that far. Anyway, it's going with me as mine. Anyway, it's going with me and mine. God signed it for me. Close tight and forget your face. Hallo, wij zijn KaiWay. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken KaiWay en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het aan anderen zeker weten aanraden, ja. Daar gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij KaiWay.